Welkom bij Bentley Knok TV. Ik ben Stef en in deze vierde aflevering gaan we op zoek naar de Britse invloeden van deze prachtige badstad Knokke. I'm gonna tell you that I love you 100 times a day, yeah. You'll get tired of my voice, that's how much I'm gonna tell you that I miss you. I'll miss you if you go. Yes, I'm gonna let you know just how much I tell you, mama. De allereerste toeristen in Knokke waren Britten. Meestal kunstenaars en andere artiesten. Zij vonden Knokke geweldig als badstad. En dit zorgde al snel voor deze Britse invloeden. Als we denken aan Britse sporten, is de link snel gemaakt met de Royal Zoete Tennisclub en de Royal Zoete Golfclub. Ook de bouwstijl van de villa's en de liefde voor de kunst kwam er dankzij de Britten. Vandaag neem ik je mee doorheen Knokke en eindigen doen we in de bar van Hotel Britannia voor een echte high tea.